Better. 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 Willeke in Better. Bette Midler. Oh, die musical. De musical. Had ze zelf moeten spelen, Willeke. Als Bette Midler. Als Bette Midler. In Bette. Na gisteravond. Goedenavond. Ja. Iemand die in Limburg wordt aangetroffen terwijl hij een verlaten huis plundert, dient zelf met zijn hoofd net zo lang onder water te worden gehouden tot er geen bel meer boven komt. Wow. Ja. Dat is een pleidooi voor de invoering van standrecht. Erik Cantona moet een jaar lang rondlopen met zo'n lode bal aan een ketting aan zijn enkel. En Eckersit dient bij internationale tenniskampioenschappen die de hele dag op Nederland worden uitgezonden zich fatsoenlijker te kleden. Want dit is geen gezicht met die bandala. Het is net Elton John en een videoclip. Bah. Ik krijg de indruk dat jij een beetje naar rechts aan het opschuiven bent. Nou en of. En net op tijd. Een maand geleden kreeg ik een voorgeproduceerd schrijven, u kent het wel, met je persoonlijke naam er zo bovenin gecomputerd, van een antiquariaat in Rotterdam, dat mij het evenoude familiewapen van het geslacht van Koten aanbood voor 37,50 gulden. Dus dat bedrag heb ik onmiddellijk overgemaakt en vorige week kwam het keurig met de post. En dit is het evenoude familiewapen van het geslacht van Koten. En ik vind het ook wel aardig kloppen. Het heeft dat vrij open vizier dat alle van Cotens hebben. En toch ook dat bourgondische en zwierige en feestelijke. Dus ik ben er wel blij mee met het familiewapen van de van Cotens. En het kan me ook eigenlijk niet schelen of het nou 400 jaar oud en heraldisch verantwoord is. Of in één nacht in elkaar gepletterd door een dronken Rotterdamse reclameschilder. En dat er daar beneden in de kelder van het antiquariaat 10 kopieermachines de hele dag familiewapens uitspugen van alle Nederlandse geslachten. Een stamboom moet toch ergens beginnen. En ieder familiewapen is één keer voor de eerste keer ontworpen. Dus ik ben ook wel blij voor de kinderen en naar buiten toe als uitstraling dat we nu een familiewapen hebben. En ik zeg niet, van Codes hebben een prachtig familiewapen, dat niet. Maar het is mooier dan een streepjescode. En als iedereen het nou doet in Nederland, want voor iedere naam is er een familiewapen kennelijk, dan krikken we de boel een beetje op, hè? Dan kan het zo naast de deur bij de huisnummers of op de achteruit van de auto, het familiewapen. En ik wou het hier ook in het raam laten etsen, in kleur, niet het hele raam. Maar dan, zo in de middelste ruit, dat je naar buiten zo ziet uitstralen het familiewapen van het eeuwenoude geslacht van Koten. Is ook leuk voor de kinderen, want ik heb 5 dochters en er zijn geloof ik nog 7 prinsen. En ik neem toch aan dat ze niet allemaal met een burgermeisje zullen trouwen. Omdat ik de Telia-cursus etiketten studeer, dat ik alles wat meer in stijl wil gaan doen. En ik merk, die hangt bij meer mensen om mij heen. Dus weg met dat marsige, moderne gedoe en een terugkeer naar de verfijnde elegantie en de romantiek en het naturalisme. Het is niet voor niks dat ook de vulpen en de langspeelplaat weer terug zijn en dat er toch hele generaties zijn opgegroeid zonder de geur van inkt te kennen. En niet voor niks dat er bij Mondriaan niemand kwam opdagen en dat het zwart zag bij Breitner en dat heerlijke sprookjesorkest van André Rieu. En met een wandelstok leren lopen voordat je een stok nodig hebt. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ik wil de komende 5 jaar meer heer dan meneer zijn. En geen jogging meer, maar strolling. Deze is van mijn opa geweest. En die kon dat echt fantastisch. Dat ging heel organisch en zwierig. Dat merkte je niet eens dat hij een wandelstok had. Dat was een verlengstuk van zijn lichaam. En die gebruikte hij ook op allerlei manieren en redenen en mogelijkheden. Ik weet nog goed, een klein meisje voor de trein, 3-4 keer dat hij dan kwam mijn opa dus aanlopen. Heel soepel met die wandelstok en dan even zo hier met om die hals en hup, zo'n kind wegtrekken dus. Dit zo. En regelmatig boze kolenmannen die uitgemergelde paarden de brug opsloegen laten struikelen door met de greep van de stok even zo om die enkel en hup, daar ging zo'n vent weer terecht. En één keer binnengekomen bij mijn opa en we hadden een Duits dienstmeisje, hij had een Duits dienstmeisje en hij tilde met de punt van zijn stok zo even die lange rok van dat dienstmeisje op en met zijn sigaar keek hij er zo onder. Buitengewoon erotisch gezicht. Die elegantie, daar wil ik naar terug. Ik ga ook een hoed kopen. Ik heb altijd een hoed willen dragen, vond ik altijd aanstellerij. Ik kan me nu geen syllabe meer schelen. En je wordt langzamerhand toch ook hartstikke gek van de platte seks. Waar is de erotiek gebleven? Man en vrouw boeien en behagen elkaar in het openbaar. Mannen kijken nou eenmaal en vrouwen kijken dan terug. Maar gewoon met alles aan.
En dan een vrouw hoofdschroeten. Dus niet dat gedoei, maar even de hoed dichten. Even. Dus... even. Ja, ik weet dus niet of, want dat heeft Ad Schavenzander nog niet behandeld, of je de hoed ook links mag lichten. Dus als je de stok rechts hebt, dat je de stok rechts, dat je dan de hoed links mag lichten. Of dat je per se de hoed met de rechterhand moet pakken. Maar dat krijgen we nog wel. En dan moeten de vrouwen ook mooiere hoeden gaan dragen weer met voiles. Netje. Het gezicht van een vrouw achter een voile. Daar kan geen pikante lingerie tegenop. Echt niet. Jij past nu precies in de doelgroep van een marketingbureau. Nou, prima. Hè? De revival van orde en regelmaten. Ja. Goede manieren. Dat is een trend geworden. Weet je hoe die heet? Nee. Burgerleuk. Kan me niks schelen. En ik ga op tangoles. En ik was erbij. Waarbij? Kijk maar. Niet verder vertellen, maar sinds een uur of zeven vanavond is op het Catshuis in Den Haag een zeer bijzondere bijeenkomst aan de gang. Bijzonder, maar vooral ook geheimzinnig. De Duitse bondskanselier Helmut Kohl praat er met een selecte groep van zo'n 30 Nederlanders over de verhouding tussen Nederland en Duitsland. Maar met wie precies, dat moest vooral geheim blijven. En jij was erbij. Als wie of wat was jij daarbij? Als Van Koot en de Bie. Maar waarom was ik dan niet uitgenodigd? Omdat ik... In Duitsland von Koten heet, denk ik, en een familiewapen heb. Ah, ja. Andere reden kan ik niet verzinnen. En, hoe is hij, Kohl? Ongelooflijk. Ook privé. Zo'n sympathieke man. Een dijk van een man. Hoe Kohl bijvoorbeeld aan het slot van die mislukte CVSE-topconferentie in Boedapest vorig jaar... tegen de internationale pers zei dat hij zich schaamde... dat er geen woord over de genocide in Bosnië instond, in het slotcommuniqué. He, in een jaar waarin we elke dag roepen, nooit meer Auschwitz. Oh ja. Zo'n man, dat grote, deemoedige hoofd, bij al die herdenkingen zich schamend dat hij een Duitser is. De enige Europese regeringsleider die een grote bek durft open te trekken tegen die pro-lurk van een Jeltsin. Ja. Een monument van een man. Goed, jij en hebt een... privé, zo gezellig, zo gezellig. Aardig, Jij hebt een familiewapen, jij draagt een hoed en een wandelstok. Ja. En je hebt grote bewondering voor Helmut Kohl, die aartsconservatief. Nee. De moderne Duitse conservatief... heeft niets te maken met die paranoïde nazificatie die altijd meteen wordt geroepen hier. Schrijvers als Boto Strauss, Peter Handke, Hans Magnus Enzensberger... zijn allemaal rechtser geworden in de loop der jaren. Maar het is een heel gezond, modern conservatisme. Een enorm milieubewustzijn. En de vrijheid van het individu staat voorop. Ook bij Helmut Kohl. En je kunt met alles bij die man aankomen. Overal kunnen over praten. Het ging steeds losser. Ging ze ook steeds verder. Gek idee. Meneer Kohl, wat vindt u van een tijdschrift Kleiner Wonen bijvoorbeeld? Kleiner Wonen. Anno nu. Kleiner Wonen. In tegenstelling tot Schöner Wonen. Dat Duits is. En ook een hoop kwaad heeft gedaan hoor. Gaf hij meteen toe. Uitwassen, enorme consumptiepatronen. Maar Kleiner Wonen, een tijdschrift, geïllustreerd. Op Europese schaal, waarin de goede burgerij ziet dat het kleiner moet en kleiner kan. Vond hij een fantastisch idee. Een ungeheure Weisskift, Koten. En toen was de Polonaise al achter de rug. En toen kwam hij tegenover me zitten met een kopje koffie. En heb jij nou ooit een bondskanselier gezien die zo zijn kopje vasthoudt? Oh, echt zo. En lekker slurpen ook, hè. Zijn mond afvegen, gezellig op je knieën slaan. Aanstellerij. Je luistert aanstellerij. Kijk, ik is gewoon zijn. Zie je in Nederlandse talkshows ook steeds vaker. Gasten die niet weten hoe snel ze hun kopje binnenste buiten moeten vastpakken. Natuurlijk doet hij het hele dag zo. Maar als een Duitser wil aangeven dat hij zich lekker voelt, hè, dan houdt hij zijn kopje zo vast. Ja, geen wonder dat hij zich lekker voelde. Geen wonder. Hij had jullie net een oor aangenaaid. Want waarom was hij naar Nederland gekomen? Nou... om Kok te bevelen dat Nederland kiest voor de Tigre-helikopter. En naar zo'n avond ga jij met je hoed in je hand. Nee, ik had hem op. Oh, je had hem op? Ik had hem gewoon op. En hij zei dat ook, Graaf von Koten. Ik liet dat maar zo. Ze hebben een schöne hoed. Ik zeg, dank u wel, heer Kohl. En dat ging steeds losser. En over hoeden en van alles. En hoeden dit en hoeden dat. En de hoed van Mitterrand. Dat hij die ook zo vreselijk vond. Een schrekkelijke hoed had er Mitterrand. De grote showy cowboy hoed. Aber ihr hoed, Graaf von Koten. Is genau de goede hoed. Ja. Ik zei, wil u hem even op?
En jou, hoor. En? Ja? Geen gezicht. Oh, gelukkig. Nee, nee. Oh, ja. Je kent zo'n kleine gebreide eierwarmer. Ja, 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 ja. En die dan op een meloen. En zo zag het eruit. Ja, ja, ja. En ik moest meteen denken aan die klassieke zin van Simon Carmichael, dames en heren. Een man die bij het kopen van zijn hoed gedacht heeft, nou vooruit, een kleintje dan. Maar zo ontroerend, die hondenkop onder dat hoedje van mij. Ik hou van die man. Wat is er, buurman? Nou, ik kan het niet lezen, hè? Wat nou weer niet? Nou, onderaan het ziektekosten-declaratieformulier. Oh. Nou, kom even binnen. Nou. Helemaal vol. Jongen, jongen. Declaratieformulier. Meer geluk, ja, we hebben nogal wat trammelant gehad. En gezondheid. En nou is het probleem, ik heb thuis nog zo'n stapel rekeningen. Ja. Maar die kan ik hier niet op invullen. Nee, moet je een nieuwe declaratieformulier hebben. Ik moet 2 declaratieformulieren hebben, ja. Maar het is zondag. Ja, maar dan kijk, daar staat onderaan dus. Ja, dat kon ik niet lezen. Nee, maar kijk, u kunt extra snel telefonisch een declaratieformulier aanvragen. Ah. Met behulp van ons computersysteem. Ja, maar ik heb geen computer. Nee, dat hoeft niet. Jij hoeft geen computer te hebben. Zij hebben een computer. Dat is een stem daar. Dat is 24 uur per dag bereikbaar. Dus dat gaan we even voor jou doen. Kun je het lezen? En dan hopen we dat het dit jaar wat beter gaat met de gezondheid. Ja, zeg dat met wel. Met de hele familie. Dus nee, ik wou nou... Nummer, want zo bel ik de bouwmarkt ook bijvoorbeeld. Ja. Met dat systeem. En dan geef je op, zo lang moeten mijn planken zijn en zoveel gipsplaten. En dan zagen ze dat s'nachts. Ah. Die stem zaagt dat dan. Ja, en dan s'ochtends kan je dat ophalen. Ja, ja. Dus je krijgt nou... Want ik wou nou de boel... En die zegt dan, op de post doen. Goedemiddag. Kijk, daar krijgt iemand heel aardig. Welkom. Helemaal aardig krijgen ze dan die mensen. U kunt aan het einde van het gesprek uw relatie of polisnummer dat ingeven. Dat komt wel, maar dan willen ze... Dan zorgen wij ervoor dat u de gekozen formulieren thuisgestuurd krijgt. Nou, hoor je. Zorg dat u uw relatie of polisnummer bij de hand heeft. Of ze... Om vast te stellen of uw telefoontoestel geschikt is voor deze toepassing... verzoeken wij u na de toon een 0 in te toetsen zo. Of te draaien. Toetsen 0 in. Hup. Ja? Luister. Over welke verzekeringen of bankproducten wilt u formulieren opvragen? Nou. Voor polisvoorwaarden of klachtenprocedures kies 1. Voor ziektekostenverzekeringen kies 2. Een 2. Voor schadeverzekeringen kies 3. Dus dan kies. Voor de bank kies 3. Een 2. Ja. 2. Hup. Gedrukt. Na de piep, altijd na de piep. Voor ziektekosten kunt u het volgende aanvragen. Ja. Voor het ABBZ-reglement kies 1. Voor declaratieformulier kies 2. Voor aanmeldingsformulier ziekenhuisopname kies 3. Je hoeft niet het ziekenhuis nu. Voor declaratiewijzer kies 4. Ja. Voor servicefolder kies 5. Voor kraamzorgfolder kies 6. Nee. 2 formulieren. Om uw relatienummer te geven. Voer na de toon uw relatienummer in en wacht op de volgende boodschap. Na de toon, dus je polisnummer, je relatienummer opgeven. Dus polisnummer? Tik maar. Ja, maar dat ken ik niet uit mijn hoofd, mijn polisnummer. Nee. Staat dat hier niet op dan? Nee, dat staat op mijn polis. Wacht even. Als u even wacht, dan loop ik naar hiernaast. Dan haal ik mijn polis voor het polisnummer, want dat ken ik niet uit mijn hoofd. Hallo? Dat hoor ze niet. Haal jij dan je polisnummer? 1. Ja? 1. Ja. 1. Dan haal ik mijn polis opnieuw. Dan haal ik even mijn polis. Dan ben ik er wel aan toe. Voor ziektekosten kunt u het volgende aanvragen. Ja. Voor het ABBZ-reglement kies 1. Declaratieformulier te ontvangen, dient u het polisnummer van uw ziektekostenverzekering op te geven. Goed. Dit nummer vermeldt dit is mijn polis op een kennisgeving van uitkering. Ja, dat is. U dient alle cijfers van het polisnummer in te voeren zonder acht te slaan op de tussenliggende streepjes. Ja, ja, ja. Oké. Het totale polisnummer bestaat uit 11 cijfers. Ja. Voer na de toon uw polisnummer in en wacht op de volgende boodschap. Ja, oké. Dus toon, ja, goed. 5, 8. 8, 9, 3, 0, 1, 6. Nee, wacht nou even. Nee. Nee, maar dat is niet mijn polisnummer. Hè? Nee, dat is mijn banknummer. Wacht even. 5, 8, 8. Wacht, stil. Nee. Dat is mijn banknummer. Het polisnummer is
Ik ken mijn banknummer toch wel uit mijn hoofd? 5, 8, mijn banknummer? 8, 9, nee. 3, 5, 0, 8, 1, 8, 6, dat is je banknummer. 4, 9, 3, 1, 0. 1, dat is mijn... Dat tik jij niet dat in. Is niet je... Nee, stil. Als het niet correct... Kies een 2. Dat is niet correct. Dus niet correct. Niet correct. En mijn dus polisnummer, kan jij het lezen? Ik dat het ontvangen polisnummer niet correct is. Niet, nee, dat was om een blanco declaratie voor dit is je polisnummer. Dat is, dient u het polisnummer van de ziektekostenverzekering op te geven. Dit nummer is vermeld op uw polis of op een kennisgeving van uitkering. Juist, goed. Nou, u dient alle cijfers alle van cijfers. Uw polisnummer in te voeren, zonder acht te slaan dus op de tussenliggende streepjes. Goed, gaat het weer hoor. Ja. Het totale polisnummer bestaat uit 5 tot 11 cijfers. Ja. En dat moet voor nu, na de toon, je moet nu wat declareren, want als je niet declareert voor 31 januari krijg je geen cent. Krijg je geen cent? Krijg je helemaal geen cent, want dan ben je te laat. Dat is toch niet waar? Jawel, dat staat zelf in je polisvoorwaarden. Voor 31 januari? Dan moet je maar eens goed in je polisvoorwaarden kijken. Ja, dan moet ik nou meteen in mijn polisvoorwaarden kijken. Het is nu zondag. Dan ben ik nou al te laat. Dat je ze morgen krijgt. Dan moet ik het op de fiets gaan brengen. Staat in mijn polisvoorwaarden, dan moet ik nou in mijn polisvoorwaarden kijken. 3. Blijven liggen, ik bel de huisarts. Goedemiddag. Dit is de telefoonbeantwoorder van dokter Van Dam. Belt u voor medicijnen, tik dan een 1. Voor hoofd- en buikpijn, toets u een 2. Voor nervositeit en andere vage klachten, kies een 3. Toets na de pieptoon eerst uw ziekenfonds of verzekeringsnummer in. Hij ligt er nog niet. Nee, maar hij komt wel. Nee, maar er is gelukkig nog geen besluit genomen. Jawel. Nee, ja, nou, dat zegt nou iedereen. Hè? In feite de wel. De Betuwelijn, die komt er. Ja hoor. Omdat de commissie Hermans zegt dat het nodig is. Ja. En dat het moet. Dat is commissie toch ook zo? Hermans, dat pikkie geeft een advies. Oh, meer oh, is oh, het oh, niet. Nee, wacht even. Geen... schuttingtaal in ons bed. Ja, geen zo is het toch? Nee, dat moet je niet doen. Het is een advies. Ik weet wel dat we allebei dachten toen Hermans in de kamer verscheen. Een stuk jonger dan wij. Wat een jong broekje. En als dat maar goed gaat. Maar een notabel bewijst zijn inhoud als voorzitter van een commissie. En wat Hermans betreft, hoed je af. We moeten de durf hebben om nu te investeren in de vervoersstroomafwikkeling van de toekomst. Ja, dat is nou het gevaarlijke, hè? Dat de politiek vanaf nu wordt gemaakt door de commissies en de rapporten. He, dat de hele Kamer zegt, ja, de commissie Hermans heeft gelijk. Als de commissie Hermans zegt dat het milieu moet worden aangetast om het te behouden. Want dat was het argument bij die Betuwelijn. Nou, ja. Inderdaad, wij gaan met die Betuwelijn gaan wij het wegverkeer terugdringen. Ja. Dat wel. En straks komt er een commissie die adviseert dat Schiphol niet alleen een 5e, maar ook een 6e, 7e en 8e baan moet krijgen. Omdat we al het vervuilde slip van Nederland onder die landingsbanen kunnen bergen. Dat niemand er last van heeft. Ja, zo'n niet, advies. Niet gek. En daar zou Frank de Graven wel eens een goede voorzitter van kunnen zijn, oh ja, van net zo'n commissie. Ja. Maar ja, dan moeten die rapporten van die commissies altijd nog worden uitgevoerd. Ja. En daar zie je heden ten dagen in Nederland gelukkig steeds meer Helmoet Kool-achtige vrouwen mee bezig. Heerlijk. Kijk, daar. Ja, dan is denk ik hier wel het punt gekomen. Ja, dat is dus de N302. Die wil ik dan verleggen en hier laten afbuigen naar het noorden over de Biesbos. Want als ik natuurlijk de A59 niet kan verbinden met de A15, kan ik mijn hele masterplan wel meteen in de plomp donderen. Half jaar geleden komt Breda bij me en die zegt, joh, we hebben een probleem. We willen met 40.000 woningen richting oosten. Maar we botsen op Tilburg, dan willen we met 30.000 woningen naar het westen. Ik heb die twee onder tafel gezet. Ik heb gezegd, jongens, hier ligt een historische kans. Want ik wil richting noorden bouwen. Zulke ogen, daar ligt de Biesbos. Ik zeg, ja. Zijn we bang voor een plasje water. Dus ik heb Dordrecht geïnteresseerd, wil dolgraag naar het zuiden bouwen. Dus hier komt wat ik heb genoemd de Biesekil. Een stad zo groot als Leeuwarden. 160.000 woningen, kijk, kan ik hier kwijt. Ja,
hier 160.000 woningen met behoud van milieu. Want ik ga niet dempen. Ik ga paalwoningen bouwen met sloten ertussen. De eerste natte gemeente in de Randstad. Ja, weer zo'n mythe. De Randstad. Dat de Randstad zou moeten ophouden hier bij de Nieuwe Merwede en de Dordtse Kil. Dat is natuurlijk onzin. Riet Bakker, die heeft hier naast Utrecht de Leidse Rijn neergelegd. Die gaat door, die gaat de Randstad in, die gaat het Groene Hart in. Nou, met de Biese Kil trek ik dus in één klap Tilburg en Breda bij de Randstad. Wat krijg ik nou? Hé, wat gaan wij hier doen? Wij zijn van de actiegroep Red Wiesbos en wij planten hier nu een boompje. Oh nee. Helemaal niet. Nee, geen flauwekul. Nee, moet je eens luisteren, joh. Nee. Nee, moet je eens luisteren. We hebben dit lapje grond, dat is duidelijk afgepaald. Op het gemeentehuis van Breda, hè. Daar staat een maquette, daar mag je even naar kijken. En dat boompje, dat plan je maar in je eigen achtertuin, ja. Geen flauwekul. Dat boompje gaat er nu in. En daarmee kunnen wij de procedures rekken tot in de 22e eeuw. Ach, man, hou dat toch op. Ik heb de convenant op, zak. De hele machinerie is in werking gezet. Ik ga hier in 97 bouwen. Nee, rot op. Hé, rot op met je boompje. Zo, hier. Wegwezen. Nou, en is het klusje hier geklaard, dan ga ik naar Amersfoort. Dan zitten ze ook met een probleem. Ik zeg, jongens, ik heb een historische kans om Amersfoort met Apeldoorn te verbinden. Dat wordt de stad Hoge Stroe, 160.000 woningen. Nee, ik ben hartstikke lekker bezig. Stop de Wiesekel, stop de Wiesekel, stop de Wiesekel. Hallo? Bent u geëvacueerd? Even je mond weg. Geëvacueerd bent u? Ja, wij zijn ook geëvacueerd. We wilden eerst naar Ittersen en toen naar Borgharen, maar we werden overal geëvacueerd. Ik zeg tegen Bert, dan gaan we naar Venlo of we gaan naar Roermond. Maar dan was het ook van, hou stop, u kunt er niet bij komen. We hebben urenlang in de file gestaan, schandalig is dit gewoon. Wacht even, u bent ramptoeristen. U bent ramptoeristen, watersnoodtoeristen. Ja, dat zijn we. En we zijn zwaar gedupeerde slachtoffers, zwaar gedupeerd. Dat was met kerstmis 93 ook al, maar toen hadden we alleen maar een fotocamera. En nou hebben we speciaal een hele dure videocamera gekocht. Laat eens zien, Bert, de camera. Die hele dure camera. Ja, je bent zo verwend met de ramp op tv. Je wil ook wel eens je eigen ramp op je eigen tv zien. En we hadden grote plannen. Dat Bert tot zijn middel door het water loopt, dat hij dan struikelt en koepie ondergaat. Hadden we willen opsturen naar Linda de Mol, weet je wel, van die home video's. Nou, dan waren we gegarandeerd in de prijzen gevallen. Maar nou, wie vergoedt onze schade? Hoeveel heeft die camera gekost, Bert? Hier, 2000 gulden. En die tas, Bert, de tas. Luxe tas. En de banden. Hoeveel banden? 5 banden. En je benzine, 3000 gulden schade. Wie vergoedt dat? En die Limburgers, die krijgen hun geld wel. Dan hoor je Wim Kok zeggen van, nou mensen, we denken aan u. Maar waarom mag Wim Kok wel kijken bij de watersnood? En mevrouw Jorisma en mevrouw de Boer en wij niet? Wat moet ik nou? Moet ik nou 5 banden vol schieten met die kop van Bert? Ja, dat is ook een ramp, maar dat is geen watersnood. En als volgend weekend, als dan het water weer gaat zakken, zitten we er weer mooi naast. We gaan nou richting Duitsland. Gaan we kijken of we daar een stukje watersnood kunnen vieren. De heb je gezien die Duitse brandweerlieden die in Limburg komen helpen? Die gaan veel beter met de toeristen om, die Duitsers. En dan gaan we kijken of wij op onze beurt een stukje kunnen helpen met video. Nou, dan gaan we. Oké, nou Bert, doe je. Wanneer wordt dit uitgezonden? Zondag, aanstaande zondag. Nou, dan nemen we het op. Dan hebben we tenminste wat op video. He? Nou, kom op Bert. Heb je de Om al deze ellende te voorkomen, moet er dus een commissie worden geïnstalleerd morgen, die aan het eind van de week met een rapport komt, waarin staat deze zomer al die rivieren uitbaggeren. Ja, een commissie. Tot op de bodem. Wie wordt de voorzitter?
Nou, wie bijvoorbeeld ook een goede voorzitter zou zijn van zo'n commissie, is mevrouw Jorritsma. Maar dat kan toch niet? Hoezo niet? Die is minister van Verkeer en Waterstaat.